Did Ukraine ask you to fight for Ukraine? Nobody asked me because I lived in occupied territory and I'm going here because I serve here. Our men must go to the war, and in Netherlands must be our women, children who need help. If you don't want to go, you need to have a choice. I don't want to go to the war. Afraid to go, I will be honest, because I want to live my life. Zou Nederland moeten zeggen, we nemen überhaupt geen Oekraïnse mannen meer op, gaan we vechten in je eigen land? Het is zoveelzeggend. Hè? Dus Oekraïners zelf willen niet vechten, dat is een groot probleem. Ook met mobilisatie, er worden gedwongen om te vechten. Wat ik ook in ons parlement zei, veel Kamerleden van, ja, we moeten vechten. Iedereen die dat per se wil, hè? Ga zelf naar het front. Ga er naartoe, ga er zelf vechten. Ja, ja, het is gewoon kanonnenvoer. Je ziet de angst in de ogen van die jongens. Van ja, ik wil niet naar het front, want je weet gewoon zeker, bijna zeker dat je doodgaat.